Ik heb een nieuwe telefoon. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe unboxing video. You are totally right, my dear. Ja, dat is het dan. Lekker. Steeds. En ik? Niks wat ze op de camera kunnen zien. Ja, poepie. Hi lieve tatties. Dat nog niet. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe unboxing video. Ik ben Sarah. Ik ben René. En René is zichzelf eventjes verwend. Met het nieuwe iPhone! Bam! Bam! Zonder grote vuur van jongen! De iPhone X, oftewel 10. Ik was zelf voor de 9 gegaan, maar... Je hebt een 9. Ik ben zo benieuwd, want ik heb nog steeds een iPhone 6. En ik werd er echt een beetje gek van op een gegeven moment. Mijn GPS deed het niet meer en ik vond de foto's steeds slechter. Ik vond de foto's van anderen gewoon steeds mooier. Dat kan ook natuurlijk. Het is grappig, hè? Als je dan je telefoon koopt, dan denk je van wauw, ik heb echt de vetste telefoon. Vette, vette foto's. Ja. En dan na verloop van tijd denk je dat ze of minder worden. Of inderdaad, wat jij zegt, die van anderen worden gewoon nieuwere, mooier, die zijn gewoon steeds mooier. Ja, ze ontwikkelen natuurlijk ook super snel. Ik ben steeds heel blij met mijn OnePlus 5. Wordt wel iets trager op het moment, maar nog steeds heel blij mee. Ja, nou ja, jouw foto's waren op een gegeven moment ook gewoon steeds wel mooier dan de camera is gewoon mij. Goed, hè? Ja. Dus, en aangezien wij foto's maken natuurlijk ook gewoon belangrijk vinden, heb ik ervoor gekozen om voor de iPhone X te gaan. Want volgens mij was dat toch nog net beter dan die 8. Ik heb de specificaties eigenlijk niet gekeken, maar ja, als je het dan doet... En ik moet zeggen, gelijk goed doen. Als ik naar het plaatje kijk en gewoon dat je hele scherm... scherm is. Dat vind ik wel super vet. Ja. Ik denk wel dat ik hem eerst voor rot scheld de hele tijd omdat ik geen homeknop heb. Oh dan ja, je mist een knopje. Daar kan alleen mijn eyes. En dan gaat hij open. Ja? Ken je niet die reclame van die meid die heeft gezegd, kijkt alles en dan gaat schieten en is alles open. Ja, ja, ja. Volgens mij is dat hiervan. Dus jij zit straks op de bank zie je... Ja. Oké. Dus dan kan je nu maar stiekem samen op mijn telefoon openen. Ik zit te denken of ik het ooit wel eens gedaan heb, maar ja. Ik ga het nu juist proberen. Ja. Nou, dan gaat het eerste dingetje. Het cellofaantje. Oh, dit is wel een leuk moment eigenlijk voor een ASMR. Dus, ja, maar we zitten nou niet... Ik word er zo rustig van als je dat doet. Het is zo'n sereen gevoel dat over me heen komt. Oké, daar gaat ie. Ik dacht dat het in gember stond, maar het is september. Ik ben benieuwd hoe groot hij is. Ik denk dat hij gewoon letterlijk zo groot is als mijn doos. Ja? Dikke man. Ja. Hij is ongeveer net zo groot als mijn iPhone nu, denk ik. Ja? Ik denk het wel. Maar nu is het allemaal scherm. Het scherm is groot, ja. Doe! Ik zeg gezondheid. Dank u. Zo, helemaal schermvies. Ga je dat folietje er nou op laten zitten? Voor nu nog even wel. Ik denk dan altijd, ik laat hem erop zitten, maar ik ben zo autistisch. Ik moet hem dan... Nou, ik weet niet hoe de rest natuurlijk mooi, werkt, maar... Is hij zwaar? Meestal doe ik er een beschermhoes op. Is hij zwaar? Dat is een goed ding, want ik weet hoe ik ben. Ik ben niet zuinig. Ik heb gekozen voor de zilveren achterkant in plaats van zwart. Heel cool. Moet je hem even voelen hoe zwaar hij is misschien? Mark even voorzichtig. Hoe zwaar hij is. Voorzichtig. Ja. Okay.
Ik vind hem nog best zwaar. Hij is zwaar, denk ik. Ja. En wat zit daarin? Natuurlijk nog steeds de oortjes. Kunnen we die er weer in steken dan? Kijken, onderin. What the fuck? Je hebt gewoon... wel met snoer. Ik wou zeggen, je hebt gewoon die AR-pots erbij. Zit je nou weer te slopen? Nee, maar ik heb hem open gemaakt. Maar ik wil jou de eer laten om hem open te maken. Ja. Sorry, hij is alweer dicht. Nee, maar dat is mooi. Dat is dus... Oh, wacht, kijk, hij heeft geen ingang meer ook hij voor heeft geen check. Maar daar zit dus... Het verloopstukje van Apple. Ja, oké. Okay. Dat dus. Er zit een oplader bij. Dat is overigens ook een reden waarom René een nieuwe telefoon moest kopen. Ja, je kunt ook gewoon een nieuw kabeltje kopen, maar... Ken je die rietjes die je krijgt op vakantie in een cocktail? Die met die sprietjes eraan, zeg maar. Dat was René de oplaadkabeltje. Laat maar even zien. Zal ik het laten zien? Ja. Dit moet je eigenlijk zien. Mijn telefoon is op dit moment even aan het synchroniseren met iTunes. Dus ik kan hem niet van het raad afhalen. Maar... Ik zal het even dichtbij laten zien. Ja, laat jij maar even zien, dan ga ik kijken of het scherp is. Zo ziet mijn kamer eruit. Nou ja, dat dus. Het klote is wel dat dit een enorm lange snoer is, hè? Het schreeuwt natuurlijk gewoon gevaar aan alle kanten. Ja, maar hij is wel super lang, dus ik zou denk ik toch alsnog zo'n kabel willen, want... Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Oké, okay, dus dat is wat in de box zit. Ik weet niet, ik dacht eigenlijk dat hij draadloos kon opladen. Maar dat is misschien een apart iets. Nee, dat kan wel, maar dan moet je die draadloze oplaadstation kopen. Ja, precies. Oké. Okay. Verder zie ik nog steeds de oude vertrouwde harder en zachter knop. Mijn geluid... uit of aan. Hoe noem je dat? Begrenzer. Vergrendel. Ontgrendel. Ja, vergrendel. En hij heeft 2 camera's. En daarmee zou hij gruwelijke foto's moeten maken. En video's. Ik ben super benieuwd. We gaan zo ook nog even kijken, denk ik, of we hem kunnen aanzetten. Lijkt me wel. Zet hem aan. Ja, maar ik kan nog niet mijn ding erin doen. Geen simkaartje. Ja, dat zou voor de camera niet veel uit moeten maken. Ik ga even kijken of ik hem aankrijg. Het is wel echt een mooi design. Ja. Hello. Is it me you're looking for? Well, I can see it in your eyes. Hola, hallo. Zoom overnachtingsreceptie. Bonjour. Baba la verla ou pour ouvrir. Voor het openen. Kan dit terug naar Nederlands op zich? Wat moet ik doen? Omhoog swipen. Omhoog swipen. Vanaf daar. Touw kiezen. Insert a valid SIM with no pin lock to activate iPhone. Ja, dat doen we zo meteen. Zijn we steeds in Nederland? Dus laten we die ook gewoon als taal instellen. Kijk, maar het is nu al cool dat hij gewoon heel het scherm pakt. Ja, dat is wel een groot verschil, hè? Hij zegt alleen zonder simkaart, zonder pincode om te activeren. Ja, dat doen we zo meteen toch? Maar ik heb toch een pincode op mijn... ding staan? Nee, zonder dat die simlock vrij is. De iPhones die zitten vaak in zo'n cloud verbonden, zeg maar. Die moet je dan deactiveren. Misschien moet ik dat zo nog doen. Als je een iPhone of iPad hebt met iOS 11, houd je deze in de buurt om automatisch in te loggen. Als je wilt, kun je deze iPhone ook handmatig configureren.
Maar kijk dan hoe dat scherm eruit ziet. Het is net een plaatje wat er opgeplakt is. Ja, hij is echt heel vet. Dan weet ik alleen niet of jouw iPhone... Heeft jouw iPhone iOS 11? Ja, dat weet ik ook niet. Mijn iPhone? Ja. Nou ja, als je hem in de buurt houdt, zouden ze elkaar moeten vinden. Oh. Zit ik al die klote moeite te doen voor niks? Je hoeft helemaal niks te doen. Houden ze maar bij elkaar in de buurt. We moeten het gewoon proberen. Misschien uit het hoesje. Ik heb geen idee. Ja, ik weet dat bij andere telefoons heb je natuurlijk die NFC. Near Field Communication volgens mij. Ja, hij heeft versie 11. Of niet? Ik weet niet, misschien gaat hij na 10 minuten uit. Is hij nu uit? Nee, is ja. Misschien moeten we nog even uitzetten, want we gaan eerst even uitzoeken hoe het moet. Wat. Ik legde hem op mijn oude iPhone, nog zonder mijn simkaartje in mijn nieuwe iPhone. En nu gebeurt er configureer een nieuwe iPhone. Dus dat gaan we eens even doen. Hey. Dat is wel echt super chill. Wacht op andere iPhone. Plaats deze afbeelding in de kader van je andere voor je nieuwe kamer voor het patroon van de cirkel. Hey, dit is spannend. Dit is gewoon een spel. Dat ging heel snel. Ja, dat is een beetje snel. Hij ging verbinding maken. Beetje slecht licht zo, hè? Oké, voer toegangscode in van je andere iPhone. Niet kijken, jongens. iPhone configureren. Maar dit is toch net een plaatje gewoon. Ja, ik weet niet of het ziet op de camera, maar het is net alsof je dit er gewoon af kan halen. Ja, het is echt heel mooi. Er zijn geen simkaart geïnstalleerd, dus ik weet nou niet. Face ID. De iPhone kan unieke driedimensionale gezichtskenmerken herkennen. Hiermee kun je de iPhone automatisch ontgrendelen en aankopen doen bij de iTunes Store en de App Store. Ga door. Plaats je gezicht in het kamer. Kader, beweeg je hoofd vervolgens in een cirkel, zo, om alle hoeken van je gezicht te laten zien. Eerste scan is voltooid. Beweeg je hoofd langzaam om de cirkel compleet te maken. Face ID is nu geconfigureerd. Ik moet wel de hele tijd lachen als ik in mijn telefoon kijk, dat doet hij daar niet. Je Apple ID configureren. Science fiction shizzle dit. Zo, mooi. Deze is gelukkig heeft ook nu een reservekopie gemaakt. Ik vraag me af wat hij nu gaat overnemen, want anders heb ik niet... Ja, ik denk alles. Ik hoop het, want dat scheelt echt een hoop. Hij vraagt... ID kan worden gebruikt om je nieuwe iPhone te configureren. Zeg ik oké. Okay. Hey Siri, ik ben het. Hey Siri is gereed. Siri herkent je stem wanneer je zegt hey Siri. Ik zit erbij hoor. En gewoon een relatie aan het aangaan met Siri. De iPhone past zich automatisch aan het omgevingslicht aan zodat kleuren er hetzelfde uitzien in verschillende omgevingen. Je kunt dit later wijzigen in beeldscherm en helderheid in instellingen. Bekijk zonder True Tone scherm. Oh, nice. Ga naar het beginscherm.
veeg omhoog vanaf de onderrand om naar het beginscherm te gaan. Schakel tussen recente apps, veeg omhoog vanaf de onderrand en pauzeer om de appkiezer weer te geven. Snel toegang tot regelaars. Oké, dat is hetzelfde. Welkom bij iPhone. Veeg omhoog om te beginnen. Hallo. Ik ben weer. Hoi. Nou, hij zei dus als eerste. Ah, het is wel handig dat mijn nummer erin staat. Oeh. Zag je dat? Nee, hè? Oh, dit is wel grappig. Ik kan wel zien met wie ik allemaal gebeld heb. Nee. Maar niet wie dat zijn. Oké, en wat als ik dit weg wil doen? Of zo, oké. Ik moest als eerste even de nieuwste iOS downloaden. Oh, hij was al bezig. Sorry. Jezus. Zo dan. Ja, ik zal mijn foto's kwijt zijn. Nou ja, staat er nog op je oude telefoon dan? Ja, maar in ieder geval is het wel handig als ik gewoon de contacten erop heb staan. Ja, precies. Hij is al badass. Hij is zeker badass. Kijk, ze zijn in principe even groot. Ongeveer, hij is ietsje groter. Ja. Maar nu, ja, het scherm is gewoon dubbel... Ja, hij is wel iets langer en hij is wel iets groter. Ja. Hij is iets langer, toch? Hij is ietsje langer. En hij heeft natuurlijk nu heel het scherm als ja. Scherm. Ja. Super bad. Coolie, jullie. Nou, er zitten zoveel dingen op. Ik moet allemaal nog even uitzoeken, hoor. Ja, ik ben sowieso niet gewend met Apple. Ik ben nu een beetje gewend aan de MacBook. Maar iPhone krijg ik helemaal de kriebels van. Ja, ik heb altijd iPhone gehad toen die op de markt kwam. Dus. Ja. Ja. Maar die nieuwe features zijn wel echt vet. Jammer voor jij, ik kom niet in mijn telefoon. Hij doet het niet. Kun je mijn gezicht ook instellen? Nee. Ja, ik er zelf in kan. Doei. Doei. Nou, ik ga nog even aankloten. En hopelijk kom ik dan snel terug met de features. En ja, ik hoop natuurlijk dat ik gewoon hele mooie foto's kan maken. Maar vond je dit een leuke unboxing? Doe even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Doe een keer op het belletje. En ik ben super blij voor jou. Thank you. Alleen wil ik er ook eentje nu. Ciao. Ciao.